Wie heeft er zijn Bijbel bij? Ik heb mijn Bijbel bij. Ja, hè? Ja, hè? Ik heb hem gescoord. Maar eigenlijk moeten we dat terug doen. Zo, die fysieke Bijbel, ik heb nog een nieuwe gekocht. Ik ben niet aan zo'n schone geraakt als onze jonge gasten. Die hebben allemaal zo echt zo een vintage Bijbel op de kop weten te tikken. En ik heb ja, een standaard, maar ik heb een nieuwe. Deze is nog mijn oude. Maar het heeft toch iets. Hè? Zo een echte boek in de plaats van een app op de gsm of op een tablet. Dus voilà, dus ik heb mijn Bijbel bij. In Jezus naam, in Jezus naam. We starten met een compleet nieuwe reeks. En dat is altijd extra spannend, hè? Zo een nieuwe reeks. En deze reeks heeft als titel In Jezus naam. En dat is iets waar wij allemaal mee vertrouwd zijn. Met dat begrip, met die uitdrukking, met die zin in Jezus naam, ja, daar zijn wij allemaal mee vertrouwd. Als je christen bent, dan is in Jezus naam iets wat we kennen, iets wat evident is voor ons om dat te gebruiken, om die zin te gebruiken. Want als wij bidden, dan doen wij dat in Jezus naam. Wij kunnen handelen in Jezus naam. Wij kunnen autoriteit opnemen in Jezus naam. Dat zijn allemaal elementen, dingen waarmee wij vertrouwd zijn als christen. Dat wij in Jezus naam bepaalde dingen kunnen doen. En het meest aanwezige daarvan is bidden. Wij bidden in Jezus naam. Wij gebruiken die zin in Jezus naam in onze gebeden. Maar de vraag is, wat zit daar nu eigenlijk achter? Achter die uitdrukking in Jezus naam. Wat zit daar achter? Wat betekent dat eigenlijk? Dat is de vraag die we met deze preek gaan proberen te beantwoorden. Wat zit er achter die uitdrukking in Jezus naam? Want als wij dat ten diepste gaan beseffen en begrijpen, dat gaat bepalen met hoeveel kracht, met hoeveel effect wij die naam ook gaan kunnen gebruiken. Dus dat is voor deze preek. We gaan uitzoeken wat daar nu echt achter zit, achter die uitdrukking in Jezus naam. De reeks als geheel, want het is een reeks, die gaat een stuk breder gaan. Die gaat breder dan enkel dat begrip in Jezus naam. De reeks als geheel gaan we stilstaan bij de figuur van Jezus. We gaan stilstaan, daarom dat ik ook gezegd had, hè, pak het evangelie of de evangelie er een keer terug bij, want we gaan echt stilstaan bij de figuur van Jezus. En vooral bij de impact van wat Jezus voor ons gedaan heeft, welke impact dat voor ons concreet in ons leven heeft. Daarover gaan we het hebben in deze reeks. Deze reeks wordt een reeks in de diepte. Met deze reeks gaan we in de diepte gaan. We gaan met dingen zoals in Jezus naam, waar we vertrouwd mee zijn, gaan we in de diepte gaan. Opdat ons geloof een veel dieper, steviger, krachtiger fundament zal hebben. En daardoor de uitwerking van ons geloof met meer impact, met meer resultaat, met meer overwinning zal gepaard gaan. Dus dat is de reeks. Maar vandaag dus, wat zit er en wat is de werkelijke betekenis van die uitdrukking in Jezus naam? Wel, om daar achter te komen, moeten we ons eigenlijk eerst de vraag stellen, wie is Jezus? Dat lijkt een heel evidente vraag. Wie is Jezus? Wij hebben allemaal als christen, hebben wij allemaal wel een idee in ons hoofd van wie Jezus is. Maar wie is Jezus werkelijk? Dat is een zeer belangrijke vraag. Dat is een zeer belangrijke vraag. Zo belangrijk dat Jezus die vraag zelf stelde tijdens zijn leven in de evangelie. Wie heeft dat al gepasseerd? Waar dat Jezus zelf vraagt wie hij is. We gaan het nu lezen. In Matteüs, dat is het eerste, dat je, als je het gewoon in volgorde gedaan hebt, dan kun je dit al tegengekomen zijn. Matteüs 16, vers 13 tot 17.
Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En hij zeide tot hen: maar jij, wie zegt jij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Jezus noemt Petrus zalig op het moment dat Petrus werkelijk beseft, werkelijk begrijpt, werkelijk ten volle bevat wie Jezus is. Zalig zijt gij, zegt Jezus. Zalig zegt gij op het moment dat Petrus werkelijk beseft wie Jezus is. En het antwoord op de vraag wie Jezus is, zit eigenlijk op twee plaatsen. Het antwoord op de vraag op wie Jezus nu werkelijk is, zit in deze passage op twee plaatsen. Enerzijds in het antwoord van Petrus, maar anderzijds in de vraag van Jezus. Met het antwoord van Petrus is het eigenlijk niet compleet. Ik ga mij verduidelijken. Er zijn twee elementen die Jezus maken wie hij is. Het eerste zit in het antwoord van Petrus. Petrus zegt: Jezus, jij zijt de Zoon van de levende God. Jezus is de Zoon van God. Dat is het eerste element wat Jezus tot Jezus maakt. Hij is de Zoon van God. Het tweede element zit in de vraag van Jezus. Waar Jezus vraagt: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Dat is het tweede aspect wat Jezus tot Jezus maakt. Jezus is zowel de Zoon des Mensen als de Zoon van God. Die twee samen maken Jezus tot Jezus. Sterker nog, Jezus is zowel helemaal mens als helemaal God. Dat is wat Jezus tot Jezus maakt. En die bewering, die claim, die uitspraak die Petrus daar doet door de Heilige Geest, dat is die claim op zich is de meest omstreden uitspraak, meest omstreden bewering in de geschiedenis van de mensheid. De bewering dat Jezus én volledig mens én volledig God is. Daarover is de wereld doorheen de geschiedenis altijd verdeeld geweest. Van bij het begin dat die uitspraak gemaakt is. Zelfs door de eerste christenen was daar heel veel discussie over. Maar tot op vandaag is die claim, die uitspraak, de claim die de wereld verdeelt. Alle mensen vandaag zijn het erover eens dat Jezus bestaan heeft. Dat is eigenlijk een vaststaand wetenschappelijk feit. Zelfs als je atheïst bent, als je niet in God gelooft, als je boeddhist bent, iedereen is het erover eens dat Jezus werkelijk bestaan heeft. Dat Jezus geleefd heeft en zelfs dat hij door de Romeinen gekruisigd is. Daar is iedereen het over eens. Daar is geen discussie over. De discussie gaat over wie Jezus is op die twee vlakken, die twee terreinen die ik gezegd heb. Helemaal mens, helemaal God. Als we die vraag gaan stellen, dan zijn er een hele hoop mensen die geloven dat Jezus effectief van God gekomen is. Een profeet is. Ook de moslims geloven in Jezus. Dat zeggen ze tegenwoordig ook altijd. Als je als christen met een moslim praat, dan zeg je: ja, maar wij geloven ook in Jezus. Ja, maar op deze manier. Dus zij geloven in Jezus. Zij geloven dat Jezus een profeet is. Dus daarmee heb je al... Dus dan haakt al een helft af. Hè. Dus er zijn mensen die zeggen: Jezus is een wijze man. Dat zeggen de atheïsten.
De boeddhisten, de hindoeïsten, die geloven dat Jezus bestaat, maar voor de rest van geen enkele betekenis is. Maar meer dan de helft van de mensen ziet Jezus als iemand die door God gezonden is. En dat zijn de christenen en de moslims die geloven dat Jezus van God gekomen is. Maar zij zijn ook nog op één punt fundamenteel het met elkaar oneens. Want de christenen, wij als gelovigen, wij zijn de enigen die zeggen, Jezus is zowel volledig mens geweest als volledig God geweest. Daarin zijn wij uniek. Daarin is het christendom uniek. En dat is wat het christendom apart zet van elke andere godsdienst, van elke andere filosofie, van elke andere overtuiging. De bewering dat Jezus en mens en God is. Dat is wat Jezus uniek maakt. En dat is wat het christelijk geloof uniek maakt. En dat is fundamenteel. De vraag is, waarom is dat zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk dat Jezus en God en mens is? Wel, de reden is omdat dat gegeven het fundament is, de basis is, waarop alles wat Jezus hier op aarde gedaan heeft, zijn fundament vindt. Zonder dat iets wat Jezus hier is komen doen, wat hij op het kruis gedaan heeft, dan is dat zonder waarde, zonder kracht en is ons geloof waardeloos, zonder kracht, zonder impact, zonder overwinning. Enkel omdat Jezus en volledig mens en volledig God geweest is en is, heeft ons geloof impact en kracht. Hoe zit dat dan allemaal? Hoe moeten we dat dan begrijpen? Wel, we gaan het eens even in twee splitsen. Waarom, je mag het nog ook doen, waarom moest Jezus volledig mens zijn? Waarom denken jullie dat Jezus volledig mens moest zijn? Zeg maar. Omwille van zijn offer. Dus zijn offer vereiste dat. Dat is helemaal juist. Wie dacht dan nog? Dat is denk ik toch waar we mee opgegroeid zijn. Jezus moest volledig mens zijn omwille van het offer dat hij gebracht heeft op het kruis. Wel, hoe zit dat in elkaar? Er zijn eigenlijk twee principes die fundamenteel zijn als het gaat over het offer van Jezus. Daar zijn twee principes die fundamenteel zijn. En als je die bevat en mee hebt, dan ga je echt begrijpen wat dat Jezus en wat de draagwijdte is van wat dat Jezus voor ons gedaan heeft. Die twee principes zijn enerzijds vertegenwoordiging. Ik ga zelfs uitleggen wat dat betekent. Enerzijds vertegenwoordiging en anderzijds een uitwisseling van natuur. Het zijn twee moeilijke begrippen, maar ik ga ze uitleggen. Waarom moest Jezus volledig mens zijn? Omdat hij ons moet kunnen vertegenwoordigen bij God. Wat wil dat zeggen? Wij hebben gezondigd. Wij hebben gezondigd. En God wil ons vrijspreken van onze zonden. Daarvoor had hij een offer nodig waarin wij ten volle vertegenwoordigd konden worden. En daarom moest Jezus volledig mens worden. Als kindje geboren worden uit Maria, moest hij opgroeien tot een adolescent, moest hij volwassen worden, moest hij in zijn volwassen leven verleid worden door de duivel, tegenover die verleidingen kunnen rechtstaan zonder te zondigen, om uiteindelijk ook als mens te sterven en zo voor ons, een vertegenwoordiger te kunnen zijn bij God. En dat staat in Hebreeën, 2, vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben. De kinderen, dat zijn wij, de mensen. Die hebben deel aan bloed en vlees. Wij zijn vlees en bloed. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel gehad hebben, heeft ook hij, Jezus dus, op gelijke wijze
daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. Doordat Jezus in hun vlees gekomen is, mens geworden is, en zo, zonder zonde te leven en uiteindelijk toch te sterven, zo heeft hij de duivel onttroond. Zou onttronen en alle zou bevrijden die gedurende hun ganse leven, dat zijn wij, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij aan de zonde gedoemd waren. Jezus is mens geworden omdat hij volledig de weg als mens, gelijk als wij, moest kunnen gaan zonder te zondigen, om dan toch ten onrechte te sterven en op die manier ons te vertegenwoordigen bij God. Zodanig dat God naar ons kijkt met de rechtvaardigheid van Jezus in de plaats van met onze zonde. Dat is de reden waarom dat Jezus volledig mens moest worden. Waarom moest Jezus ook volledig God zijn? Dat is een moeilijkere vraag. Waarom moest Jezus ook volledig God zijn? Daar zijn twee antwoorden op. Oké, zeg maar. Omdat hij zonder zonde was. Dus er zijn twee redenen. Hij moest zonder zonde kunnen zijn. Maar er is nog een aspect. Dus ik heb daarnet gezegd, er zijn twee elementen die spelen in heel het offer van Jezus. Dat is het element van vertegenwoordiging. Jezus vertegenwoordigt ons bij de Vader. Stel nu dat Jezus gewoon geboren was uit Jozef en Maria. Dus niet uit een maagd, niet bevrucht door de Heilige Geest, maar gewoon uit Jozef en Maria. En hij zou zonder zonde geleefd hebben. Zouden wij dan verlost zijn? Wie zegt ja? Hij heeft zonder zonde geleefd. Zouden wij verlost zijn? Iedereen knikt nee en dat is juist. Hoe komt dat? Omdat indien Jezus uit Jozef en Maria zou geboren zijn, dan zou hij vertegenwoordigd geweest zijn nog altijd onder Adam. Op dit moment is Adam onze vertegenwoordiger, zonder dat Jezus in het spel komt, is elke mens vertegenwoordigd in Adam. En zelfs als wij als mens geen zonde zouden begaan, dan zouden wij toch nog door God als zondaar beschouwd worden omwille van de zonde van Adam. Dat is wat Paulus uitlegt in Romeinen 5. Dus dat is dat principe van vertegenwoordiging, omdat wij afstammen van de lijn van Adam, zijn wij zondaars voor God, los van ons eigen leven. Uiteraard is het zo dat dat scenario niet bestaat. Elke mens zondigt ook. Dus dat scenario is een fictief scenario, maar het klopt wel. Dus waarom moest Jezus uit een maagd geboren worden en dus vanuit God komen, opdat er een nieuwe lijn van vertegenwoordiging zou ontstaan, naast die van Adam, een volledig nieuwe lijn die los staat van die van Adam. En dat is die van Jezus. In Jezus ontstaat er een nieuwe mens helemaal bovenaan, waaronder andere mensen, wij als christenen, vertegenwoordigd worden. Dat is de eerste reden. Maar dat is maar de helft van het verhaal. En dat is maar de helft van het christelijk geloof. Want als het daar eindigt, wat al heel veel is, hè? Wat al heel veel is, want dit is onze redding. Met deze twee dingen zijn wij gered, zijn wij voor God gerechtvaardigd, zijn wij aangenomen, hebben wij eeuwig leven en moeten wij niet naar de hel. Dat zit al in die twee dingen. Maar het is maar de helft van het verhaal in het christelijk geloof. De tweede helft, waarom moest Jezus volledig God zijn? Omdat er een tweede niveau van vertegenwoordiging plaatsvindt. Het is even moeilijk, maar we zijn er bijna door. Er is een tweede niveau van vertegenwoordiging dat plaatsvindt in het offer van Jezus. En dat tweede niveau is cruciaal voor ons geloof, voor onze toekomst, voor in Jezus' naam. Met het eerste niveau heeft in Jezus' naam maar heel weinig kracht, maar heel weinig impact.
Het is goed dat we tot God kunnen komen, maar met wat we tot nu toe gehad hebben, heeft in Jezus' naam eigenlijk geen echte kracht. Het tweede niveau van vertegenwoordiging dat plaatsvindt, is het volgende. Dus Jezus is mens geworden en heeft volledig deelgenomen aan de menselijke natuur. Ja? Jezus heeft volledig deelgenomen aan de menselijke natuur. Maar er is nog iets gebeurd. In Jezus hebben ook wij die in hem geloven deel aan de goddelijke natuur. In Jezus hebben wij als mensen, wij die in hem geloven, deel aan de goddelijke natuur. En dat staat in 2 Petrus 1, vers 3 tot 4. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en Gods vrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Opdat gij, en dit is belangrijk, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Wat is er gebeurd op het kruis? Enerzijds is Jezus volledig mens geworden, heeft hij zich volledig met ons geïdentificeerd om ons vrij te kopen van de zonde. Maar anderzijds heeft hij door de inwoning van de Heilige Geest in ons, ons ook deelgemaakt van de goddelijke natuur. En vindt er dus een tweede niveau van vertegenwoordiging plaats. En dat is dat wij Jezus vertegenwoordigen hier op aarde. Wij moeten straks gaan stemmen. Wie heeft er al gestemd? Jij bent er al geweest. Zo'n ijverige burgers. Ik ga nog gaan. Maar nu is er geen stemplicht niet meer. Hè? Er is geen stemplicht niet meer. Dus eigenlijk moeten we niet gaan. Maar we gaan toch gaan en we gaan onze plicht opnemen. Zeker hier in Vilvoorde. Maar dus vroeger waren we verplicht om te gaan stemmen. Je waart verplicht om te gaan stemmen. Maar stel nu dat je om een of andere reden toch niet kunt. Je bent op reis. Of je bent ziek, je raakt echt je bed niet uit en je kunt niet gaan stemmen. Wat kon je dan doen? Dan kon je iemand anders een volmacht geven. Een volmacht geven. En met die volmacht kon die persoon naar het stemlokaal gaan en als uw vertegenwoordiger optreden. Om in uw naam een stem uit te brengen, met uw gezag, met uw autoriteit. Wel, dat is exact wat dat Jezus gedaan heeft voor ons. En dat is de betekenis van in Jezus' naam. Jezus heeft ons deelgemaakt van God zijn natuur via de inwoning van de Heilige Geest. En God heeft ons een mandaat gegeven om in zijn naam, in Jezus' naam, op te treden in deze wereld. Ten behoeve van zijn koninkrijk. En wij hebben in Jezus' naam gezag over de werkelijkheid hier. Een goddelijk gezag om in zijn naam op te treden. Om in zijn naam ons te laten horen in de hemelse gewesten. Om in zijn naam gezag op te nemen tegenover de machten van de duisternis. Om in zijn naam dingen te doen. Dat is de betekenis van in Jezus' naam. Er is een dubbele vertegenwoordiging. Jezus, ik ben met die podcast bezig over het evangelie. En dat doet mij zozeer beseffen hoe ver, hoe extreem ver God gegaan is om de mens die hij lief had te redden. Dat is mind-blowing. Hoe ver God gegaan is. God heeft om te beginnen gezegd, oké, ikzelf, ik zal mens worden in Jezus Christus. Ik ga mijzelf onderwerpen aan de beperkingen van de mens. Ik ga mij laten verleiden en verzoeken door mijn grootste vijand, de duivel. Maar ik zal opstaan, ik zal overwinnen en dan ga ik ten onrechte onder de meest gruwelijke omstandigheden, de meest gruwelijke dood,
ga ik ondergaan. Voor mensen die zeggen, ja maar God, hoe kan dat nu, zo'n goede God, dat hij zoveel lijden toelaat? Wel, besef dan dat God zichzelf aan hetzelfde lijden heeft onderworpen in Jezus op het kruis, als het lijden waar de mensheid doorgaat. God is extreem ver gegaan in zijn verlangen om ons te redden. Maar niet alleen om ons te redden. Niet alleen om ons te redden. Hij is niet alleen één van ons geworden in Jezus, maar heeft ons ook één van hem gemaakt, om het zo uit te drukken. Hij heeft niet alleen ons gered, maar hij heeft ons deelgemaakt van zijn natuur. Deelgemaakt van zijn plan, van zijn wezen, door de Heilige Geest. En dat is het wonder en de kracht van het evangelie. Anders is het gewoon, we zijn gered en heeft ons leven hier weinig impact, weinig toekomstperspectief. Het is maar omdat God zegt, ja maar nee, ik geef u ook een mandaat. Ik geef u een mandaat om in Jezus' naam, met zijn autoriteit, met zijn overwinningskracht, hier op de aarde het verschil te maken. En dat is waar wij voor staan. Elk een van ons. Om met een veel dieper besef, met een veel dieper begrip van wat wij doen, van wie wij zijn, te gaan opstaan. Ik hoop dat je beseft dat als we zo de duisternis tegemoet gaan, dat dat een ander verhaal gaat zijn dan verleden week. Wij gaan moeten leren, en dat is niet zoiets van, ah ja, nu weet ik het, oké, paf. Maar dit is iets wat wij ons eigen moeten maken. Dit is iets wat wij ons eigen moeten maken. En werkelijk, met geloof beantwoorden en in geloof gaan in praktijk brengen. Beseffen dat in Jezus' naam niet zomaar een zin is. Niet zomaar een uitdrukking is die we zeggen achter elk gebed. Maar dat in Jezus' naam een vertegenwoordiging inhoudt. Een goddelijke vertegenwoordiging die wij verkregen hebben in Jezus. Om in zijn naam op te treden. Ik wens u God zegen.